ik heb gehoord over mijn overgrootvader is merendeels gebaseerd op fantasie. Maar hier heb ik echt de echte ware informatie. Ik sprak net, we hebben verschillende familiebomen in ons midstaat. En dan is het lastig, want we werd net gezegd halffamilie. Maar we hebben nog geen bewijs dat we halffamilie zijn. Misschien zijn we toch wel biologisch verwant, dat weten we niet. Er zijn heel wat leuke verhalen over IJzertonen, dat is mijn overgrootvader. Onze familie spreekt Noske te Ibsen. En dat werd mij ingeprent toen ik heel jong was. En wat betekent dat? Ja, ken jezelf. En dat had een dubbel betekenis, want het is van wat je wil bereiken in je leven. Je moet jezelf wel goed kennen om iets te kunnen bereiken. En het begint echt met je roots. Ken je roots? Hè? Dus waar kom je vandaan? Nou, hoe vaak ik hier waar kom, dan denk ik, hier komt Tone vandaan. Dus ik ben eigenlijk een Groninger. Ik zeg altijd, ik ben een Ierland geboren, ik ben een Ier. Maar het is niet zo, ik ben een Groninger. Dus Jan dat ik dialect niet spreek, maar mevrouw heeft net zojuist een spreuk gekocht in het museum. Ik ga hem alvast oefenen. En er zijn, mijn grootvader gelooft echt in karma en lot. En dan zeg ik, kijk, Erik bedankt. Hè. Dus, dit is een heel prestatie. Maar ik bedank ook Karen, want zonder Karen zijn we niet in Waarvan gevestigd. Want zij heeft ons uitgenomen om hier te gaan wonen. Ja. Wel, nee, dit is eigenlijk ook een kaart. Karen zijn de schuldigen hier in het bedankt Karen. Dus, wat hier ontstaat, heel mooi. Dit is ik denk van los van het feit. Leuk dat een uitgeverij een risico neemt van boeken vandaag de dag. Die verkopen niet zo, maar daarom vraag ik aan jullie een smeekbede. Graag. Iets overkomen. Dus, Erik heeft beloofd, hij zal alle boeken signeren. Echt. Nee, maar dit is hartstikke leuk. En Martin Tone senior bij ons, ik kan zeggen, in onze familie al. Er is altijd iemand, er is geen ene, we merken gewoon, het is heel leuk om negatieve dingen te verzinnen over familieleden. Maar Martin Tone senior, zijn zoon zei dat al, en die schreef al een bom van, zoals mijn goede vader zei. Hè, dus hij werd altijd goed, hij was altijd een goede vader. Dus, mijn vader die had echt bewondering voor zijn grootvader, ook al had hij niet vaak genoeg gezien, maar die had altijd positieve. En heb ik mijn overgrootvader gekend? Ja, ik kan alleen maar herinneren dat er een foto bestaat dat ik met mijn poepelaar op de schoot had gezeten kort voor zijn dood. Dus dat was mijn oefening. Maar ik heb dankzij Erik heel wat familieinformatie. En ik kan tussen de fictie die in onze familie rondzwerft, zelfs tussen mijn vader en mijn grootvader waren er heel discussies over hoe ik nou precies zat. Hier heb ik een houvast. Dus,